Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de TDS. Je hebt er vast wel eens van gehoord als je wat verder in de hobby komt. Ja, vandaag gaan we het dus hebben over dit handige apparaatje wat ons de TDS-waarde kan geven van het aquarium. TDS staat dus voor Total Dissolved Solids. Alles wat opgelost zit in het aquarium kunnen we meten met zo'n apparaatje. Dit vertelt ons dus hoeveel er opgelost zit in een aquarium. De allerkleinste verschillen binnen het aquarium als het aankomt op plantenvoeding, vervuiling, noem het allemaal maar op, kunnen we meten met zo'n TDS-meter. Goed, laten we even beginnen met de standaard theorie voordat we het vertalen naar de aquariumhobby. Ik zeg wel heel leuk dat dit een TDS-meter is en hoewel dat klopt, is dit officieel gezien een EC-meter. Deze meten geleidbaarheid in microsiemens. En de waarde die ik krijg, krijg ik dus ook in microsiemens. Nu, een TDS-meter, die geeft jou de waterwaarde in ppm, dus parts per million. En microsiemens en parts per million kun je wel naar elkaar omrekenen, maar het is niet hetzelfde. Even een heel rare vergelijking, maar dan snappen jullie hem. Je kunt een meter ook omrekenen naar een kilometer, maar als je iets in meters hebt gerekend, kun je niet hetzelfde getal gebruiken voor kilometers. Het is dus heel erg belangrijk om te kijken of jouw meter in de microsiemens de waterwaarde geeft, of dat jouw meter hem in parts per million, dus ppm, geeft. Er zijn ook meters die hierin kunnen switchen. Dus als je dan per ongeluk op een verkeerd knopje drukt, dan draait hij ineens om en denkt, ja, dit is wel heel hoog of dit is wel heel laag. Je kunt ze dus naar elkaar omrekenen, want heel vaak gaan wij uit van microsiemens binnen de aquarium hobby. En van ppm naar microsiemens doe je de ppm keer 1,56. Dus dan heb je de microsiemens. Maar het is dus wel heel erg belangrijk om te weten of jij microsiemens of dus ppm waarde meet. Andersom, kloppen je waterwaarden steeds niet en denk je, wat doe ik fout? Nou ja, theoretisch dingetje. Goed, in de rest van deze video ga ik het dus ook hebben over microsiemens, want ik heb zelf dus ook een EC-meter die dus in microsiemens hem uit. En dan is het dus, ja, het volgende, wat meten we er nou mee? Nou, alles. En daarmee ook precies helemaal niks. Het enige wat we zeker weten is dat, ja, de waterwaarde geeft van de geleidbaarheid van het aquariumwater en hoeveel deeltjes in dat aquariumwater zitten in dus microsiemens. Weten we wat er opgelost zit in het aquariumwater? Nee, dit kan vervuiling zijn, dit kan plantenvoeding zijn, dit kan alles wat opgelost kan zijn in het aquarium, kan dit zijn. Als jij nu zout gaat toevoegen aan het aquarium, dat heeft een enorm hoge geleidbaarheid, dan schiet jouw TDS echt, die schiet omhoog. Gelijk dus even een tip van Flip, als jij zout toevoegt in het aquarium, dan heb je niet meer zoveel aan zo'n TDS-meter, want zout kan zeker nuttig zijn in verschillende scenario's. Maar als je dat dus toevoegt aan het aquarium, dan heb jij echt een TDS-waarde van 16.000 of zo. Of je krijg je error. Dus afhankelijk natuurlijk weer van hoeveel je toevoegt. In de zeewaterhobby gebruiken ze ook wel TDS. Maar dan meten ze hem dus in millisiemens in plaats van microsiemens. Omdat de waterwaarden anders zo'n gigantisch grote getallen worden als je kijkt naar microsiemens. Maar er zijn dus zo bepaalde dingen die een enorm hoge geleidbaarheid hebben. Er zijn andere dingen die hebben een veel lagere geleidbaarheid. Ja, deze gaat geen onderscheid maken tussen wat er in je aquarium zit, het kijkt alleen maar naar de geleidbaarheid van het aquariumwater. Waarom is dit dan nuttig? Omdat je wel kan zien hoe schoon jouw aquariumwater is. En vaak denken wij dat water H2O is, dat is ook helemaal correct, maar ons kraanwater is niet puur H2O. Als wij puur H2O zouden hebben, met verder niks erin opgelost, geen enkele geleidbaarheid, dan gaan wij een TDS hebben van 0. Dit is het geval met zuiver regenwater, osmosewater, demiwater, gedestilleerd water. Al die namen zijn synoniemen voor hetzelfde: water, puur H2O. Met nul geleidbaarheid. 0 ppm, 0 microsiemens. Hier zit niks in. Wij mensen vinden dit niet zo grappig. Wij willen namelijk vitamine, mineralen, zouten. Heel erg belangrijk voor ons lichaam. Dus in kraanwater zitten heel veel toegevoegde stoffen om het drinkbaar te maken voor ons. Jouw kraanwater is afhankelijk waar je woont. Ja, gaat die gewoon heel erg verschillend zijn. Goed, in ons kraanwater gaan we dus geen puur osmosewater vinden. In ons aquarium willen we dat over het algemeen ook niet. Want vissen kunnen niks opnemen uit water waar niks in zit.
afhankelijk van jouw vissoorten kan het zijn dat ze hogere of lagere microsiemens willen. Ook binnen de garnalenkweek wordt er heel erg veel gekeken naar microsiemens. Om dus te kijken van ja, wat zit er nou in je aquarium? En voor sommige vissen en sommige kweek wil jij gewoon heel erg schoon water hebben. Wat betekent dat er niet zoveel in zit? Wat betekent dat je dus een lagere microsiemens waarde hebt? Om even daarmee te testen, heb ik hier verschillende waterwaarden bij elkaar gehaald. En heb ik hier achter me wat verschillende glazen liggen. Dit is osmosewater uit ons osmoseapparaat. Weet dat puur osmose 0 microsiemens heeft. Voor ons aquarium is het niet per se nodig om 0 microsiemens te hebben. Er zijn bepaalde vissoorten, bepaalde aquaria die echt heel laag zitten. En dan is het natuurlijk heel erg handig dat jij echt een super schoon osmoseapparaat hebt. Want hoe ouder jouw filters worden binnen het osmoseapparaat, hoe hoger jouw TDS dus wordt. Dus binnen kijken met osmose, kijken wij ook van ja, als je boven de 10 komt, is het handig dat jij op een gegeven moment wel jouw harsen gaat verversen, zodat ze het water echt osmose maken en je niet nog steeds met vervuiling achterblijft. Dit is dus osmosewater en als ik daar dus maar gewoon mijn meter in meet, dan zegt hij dat er een microsiemenswaarde van precies 1 te vinden is. Hier zit dus 1 microsiemens in. Je kunt dus zeggen dat osmoseapparaten het heel erg goed doet, heel erg schoon water geeft. Dat is dus osmosewater. Echt gewoon regenwater. Het zou dezelfde waterwaarde hebben, gedemineraliseerd water en al die dingen ook. Dan gaan we hier naar kraanwater. Dat zal dus qua waterwaarde verschillen in waar je woont. In ons geval is die 426. Dat is relatief hoog, want wij hebben ook redelijk hard water hier in Friesland. Dus ja, 428. Voor veel aquaria zal dit aan de hoge kant zijn. En kan het dus zijn dat je dit wil laten zakken. Laat duidelijk zijn, je weet van die 428 dus niet wat erin zit. Ja, ik weet dat het kraanwater zit, dus er zal geen nitraat in zitten en geen ammoniak in zitten. Dus dit zullen vooral mineralen en dat soort dingen zijn die in dit kraanwater zitten. Maar je weet niet precies wat er verder in zit. Je weet niet of hier chloor in zit of hier iets in zit wat giftig is voor je vissen. Dus dat moet je weer met andere waterwaarden gaan meten. Ik weet alleen de geleidbaarheid. Dan gaan we naar even gewoon het aquarium hier zelf achter mij. Deze is relatief hoog, want hij moet eigenlijk ook zometeen zijn waterwissel doen. Ik dacht, ik ga dit even voor de waterwissel met jullie doen. Want dan zie je dus dat die over de tijd best wel hoog kan worden. In dit aquarium heb ik dan ook... In dit aquarium zien we dan ook dus dat hij 372 is. Hij is lager dan kraanwater, wat logisch is, want ik heb hierin die osmose en kraanwater. En zo kun je dus een beetje gaan rekenen. Osmosewater is 0, het aquariumwater is 370 en mijn kraanwater is 420. Dan ga ik allemaal even wat versimpelen. Dus ik maak er even 400 en dus 0 osmose van. Als ik dus 50-50 kraan osmose toevoegen, zou in mijn aquarium 200 microsiemens zitten schoon water. En met schoon water bedoel ik nu even water waar geen vervuiling van de vissen aan zit. Dus met schoon water bedoel ik nu dus even water gewoon met mineralen. Ik weet dus dat er 200 microsiemens aan mineralen in komt. En als ik daar dus nu een waterwaarde meet van 370, dan weet ik dus dat er 170 aan vervuiling in zit, of aan plantenvoeding in zit, of aan iets anders dat ik aan het aquarium aan het toevoegen ben, erin zit. Weet ik precies wat? Nee, wat ik wel kan weten is dat het misschien weer tijd is voor een waterwissel. Want 170 kan hoog zijn, afhankelijk dus van wat jouw vissen nodig hebben. Zoals al gezegd, ik heb nu de waterwaarden allemaal even versimpeld. Want hierin zit minder osmose dan 50-50. Dus er zit ook niet 170 aan vervuiling in. Wel is hij eigenlijk weer toe aan zijn waterwissel. Deze bak zou ik ongeveer rond de 320 willen hebben. Dat vind ik de ideale waterwaarde voor dit aquarium. En dan kijk ik dus los van de vervuiling. Ik vind deze waterwaarde verder helemaal prima, want ik weet dat mijn pH verder en mijn nitraat en weet ik dat het allemaal gewoon goed is. Nu, om er nog even een leuk idee van te maken. Vlak voor zijn waterwissels heeft helemaal geen zin, maar ik ga even plantvoeding toevoegen. Dan zul je dus zien dat aan het einde van deze video... Oh, hij is echt bijna leeg. Aan het einde van deze video zul je dus zien dat mijn TDS is gaan stijgen. Moet natuurlijk wel even oplossen, want hè, total is of solids. Dus op dit moment kan hij er niet zoveel mee, want wij kunnen het nog zien, dus het is nog niet opgelost. Maar aan het eind van de video zal ik hem dus even nog een keer meten. En dan kunnen we even kijken van, goh,
hoe ver is hij? Goed, terwijl dat even oplost, ga ik ook nog even naar een ander aquarium dat ik hier heb staan. Dit is de 2 meter. En de 2 meter die heeft meer osmose in zijn aquariumwater zitten. Dus die zal ook een lagere microsiemens hebben. En dat heeft hij ook, want zijn microsiemen is 240. En dat is voor de maanvissen die erin zitten, de elnemers die erin zitten, de culies, is dat ook een heel erg fijne waterwaarde. Dus ik wil die ook tussen de 200 en de 260 hebben over het algemeen. Nou, dat is hier de afgelopen 3 jaar ook stabiel. Dus dat gaat eigenlijk gewoon heel erg goed. Goed, ik denk dat omdat ik het helemaal even praktisch heb gemaakt, dat jullie nu wel beter snappen dat het aan de ene kant heel veel zegt, een TDS-waarde, want alles kun je meten. Elk klein verschilletje ga jij meten. En je kunt dus ook aan de TDS-waarde, als die stabiel blijft, dan weet je dat binnen jouw aquarium het allemaal stabiel blijft. Dan weet je gewoon dat het goed gaat. Ik wil TDS dus nog wel eens gebruiken om inderdaad te gaan kijken wanneer moet ik gaan water wisselen. Ik kan daarvoor mijn nitraat gaan meten als mijn nitraat heel erg gaat stijgen. Maar dit is natuurlijk veel specifieker. Het is alleen wel zo dat je dus niet weet wat je meet. En dus is heel erg belangrijk dat je heel erg goed blijft nadenken. Wat gaat er oorspronkelijk in mijn aquarium aan mineralen? Dat kan via kraanwater, maar ook via jouw, als je echt helemaal vanaf 100% osmose gaat, kan dat via jouw mineralen die jij toevoegt, je GH+ die jij toevoegt. Dan ga je natuurlijk, kan je gaan uitrekenen, ik wil naar deze TDS, daarvoor moet ik zoveel mineralen toevoegen. Dus heel erg belangrijk om te beseffen dat je enerzijds alles meet, maar tegelijkertijd dus niet weet wat je meet. Dat ik dus een aquarium, mijn TDS-meter in een aquarium steek. En daar een waarde uit haal. En ik weet verder niks van het aquarium. Ik weet niks van het ververswater. Ik weet niks van wat de waterwaarde zou horen te zijn zonder vervuiling. Dan zegt het helemaal niks. Zoals eerder ook al gezegd, die waarschuwing maak ik even opnieuw. Er zijn bepaalde producten die jij gaat toevoegen aan het aquarium. Zout is daar gewoon de bekendste van. Dat kan je toevoegen als jouw vissen natuurlijk net even niet lekker zijn. Ondersteunend aan medicatie of iets dergelijks. En dan gaat jouw TDS gaat echt sky high. Vanaf het moment dat je er zout aan toevoegt, maar bijvoorbeeld ook zeoliet. Zeoliet is een heel sterk spul. Dat zit in heel veel watervoorbereiders, watermedia, bijvoorbeeld Aqualife Filter Medium zit het. En zeoliet is fantastisch spul om alles vast te houden. Maar het geeft ook een gigantische waterwaarde als het gaat om TDS. Want het is gewoon heel erg hoge glijdbaarheid heeft het. En het probleem is dat je het niet meer uit je water krijgt. Het zit overal aan vast. Het hecht zich overal aan vast. En dan is eigenlijk voor de komende 6 maanden, afhankelijk natuurlijk van hoeveel verversing je doet, heb jij niks meer aan zo'n TDS-meter. Dat is ieder met zout. Totdat je er echt helemaal uit hebt ververst. En dat zijn niet dus 2 keer verversingen van 50%. Dan heb je totaal wel 100% ververst. Maar het mengt natuurlijk weer. Dus uiteindelijk heb je gemiddeld 75% ververst. Dus dan nog blijft die 25%. Nog zegt dan dus eigenlijk je TDS niks. Omdat je het zo overdonderd is met dat zout. Dat je de verschillen van de andere waterwaarden natuurlijk niet meer merkt. De TDS is dus leuk. Maar je moet er wel heel erg goed bij blijven nadenken. Nu, waarom is hij zo leuk? Ja, omdat ik dus kan voorspellen aan mijn TDS wanneer ik waterwissels moet doen. Omdat ik weet hoeveel vervuiling erin zit, hoeveel vanaf mineralen de TDS is geweest en hoe ver dat opgelopen is. Deze bak gaat in verhouding hoger zijn, want ik voeg er veel meer plantenvoeding aan toe. Als mijn 2 meter ineens 400 heeft, ja, dan ben ik ver overduwen voor mijn waterwissel. Want die heeft alleen maar vervuiling, verder geen plantenvoeding nodig. Als jij dus goed je aquarium kent, weet wat je wil, is het gewoon super handig, omdat hij de kleinste verschillen merkt. Zoals al gezegd, voor kweek wordt het heel veel gebruikt. En voor garnalenkwekers die willen de TDS op een bepaalde waterwaarde hebben. Discuskwekers komt dat ook gewoon heel erg veel voor. En als jij echt naar blackwater aquaria gaat en vissen houdt die heel erg lage waterwaarden voorkomen. En in de natuur kijk je dan dus naar vissen die vooral in kleine poeltjes met puur regenwater terecht zijn gekomen. Dan ga je dus maar echt lage TDS werken. En zo heb ik in mijn toen de tijd osmose aquarium en blackwater aquarium een TDS gehad van 26 op een gegeven moment. Dat is heel erg laag. Daar zat dus eigenlijk bijna niks meer in dat water. Maar er zijn maar heel weinig vissen die daar tegen kunnen. Dus TDS is fantastisch voor speciaal aquaria. TDS is fantastisch voor kweek aquaria. Om vervuiling bij te houden. Maar je moet wel heel erg goed beseffen dat het niet zoveel zegt om gewoon in één te meten. Nog even een leuk testje. Hier hebben we mijn osmosewater met microsiemens 1. En dan pakken we daar even GH+ bij. Dit is... Ben ik de enige die altijd zo'n ruzie heeft met zo'n dop? Of... Krijg ik een...
krijg hem dus nooit open. Kinderbeveiliging dop. Blijkbaar ben ik te jong. Mag niet. Mijn testje mag niet. Ander testje. Ik geef het op. Oké, ik heb nu even het osmosewater gepakt. En daar heb ik wat water van 2 meter bij gedaan. Als ik dit nu meet, dan kun je natuurlijk gewoon gaan uitrekenen dat hij nu aan het stijgen is. Hij is nu 47. Dus je ziet dat dat best wel heel erg snel gaat. Want zoveel heb ik er niet bij gedaan. Natuurlijk is het allemaal verhoudingsgewijs. En kun je dit natuurlijk gewoon uitrekenen. En zo kun je dus ook heel erg goed rekenen wat je aan waterwaarde gaat doen na een waterwissel. Kun je dat allemaal controleren. En kun je op deze manier eigenlijk je waterwaarde gewoon super stabiel houden. Nog even praktisch, zo'n metertje kost echt 12 euro. Dus het is ook niet dat het nou echt een diepteinvestering is. Dus daar maakt het wel gewoon dat helemaal als je gewoon echt stabiele aquaria wil hebben, dat het gewoon heel erg interessant is om zo'n meter te hebben. Om ook gewoon te kijken hoe stabiel is jouw aquarium nou eigenlijk. Schokt die veel, ja of nee? Laten we nou even aan het einde van deze video weer even terug naar deze bak gaan. Die natuurlijk zijn plantvoeding heeft gehad. Wat betekent dat mijn TDS nou is gaan stijgen? En inderdaad, dat is het ook. Hij is nu 397. Dus zo zie je maar dat ja, je heel erg goed in de gaten kan houden. Hé, er is iets met mijn aquarium gebeurd, want mijn TDS is veranderd. Ja, ik hoop dat deze video een beetje duidelijk was voor jullie. Ik hoop dat alle praktische dingen een beetje duidelijk hebben gemaakt wat je ermee kan. Ja, waarvoor het nuttig is. Dus helemaal met speciaal aquaria is het gewoon super handig. En kweekaquaria, aquaria waar je veel met osmose werkt, waterwaarde wil nastreven. Het vervangt dus niet een pH of iets dergelijks meten. Want je weet niet wat je meet als er een enorme schok is. Maar je kunt wel heel makkelijk controleren, is er iets in mijn aquarium gebeurd? Dat kan binnen een tel. En als het TDS hetzelfde blijft, ja dan vermoed ik niet. Goed, in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie vragen hebben, laat het natuurlijk weten in de reacties. Ik doe mijn best om ze te beantwoorden. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een volgende video of livestream op mijn kanaal. Dus doei!